Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. Vandaag gaan we weer verder met mijn dagelijkse serie, die de laatste tijd niet even zo duidelijk is, maar daar kom ik zo op, genaamd Far Cry 4. Hey jongens, welkom bij een nieuwe aflevering en ik hoop dat jullie er vandaag weer heel veel zin in hebben. Want ik heb er wel best wel veel zin in om het weer een keertje te doen, want we hebben het weer een tijdje niet gedaan. En dan kom ik eventjes op zo van, ik zei het dagelijks. En ja, sommige dagen heb ik dat even niet geüpload. Ik hoor een vrouw gillen, boeit me helemaal niks. Karma gebeurtenis, kan er echt de pot op. Het is kerst geweest, ik heb ook kerst gevierd. Ik zit hier niet 24/7 achter mijn computertje dingen op te nemen. En, nou, niet dat het 24/7 uur tijd kost. Maar, kijk die battle daar, Oké, nee, maar ik heb ook gewoon even de feestdagen gevierd. En daarom was ik er eventjes soms niet. En zo is het ook met andere videos geweest op Aldus Games. En zo heeft Bo ook eventjes niet geüpload door de feestdagen. Jongens, hier is een lekker beest. En die gaan we lekker even vermoorden. Hey! Gast, ik geef je zoveel kogels, hè. Zo, verdomme. Kom hier, ik schop je gewoon even nog een keer, hoor. Geef me je huis, dankjewel. Nee, maar hopelijk vinden jullie het niet erg dat ik een paar dagen even niet heb geüpload met Far Cry 4. Of een paar dagen, volgens mij waren het maar 2 dagen. I don't care. Maar ik hoop dat jij er in ieder geval toch nog wel zin in hebt. Zo, jeetje, we zitten bijna in dat beest. Zag je dat? Jeetje. Dus laat eventjes zien met een duimpje omhoog als je er zin in hebt. Daar word ik helemaal blij van. Jongens, we moeten richting daar. En weet je wat ik hier zag staan? Zo'n ding. Jullie zeiden ook van jumpsuit. Nee, nee. Dit is jumpsuit 2.0. Dit lijkt gewoon niet op een jumpsuit, maar I don't care. Ik weet niet of we het gaan halen, dit ding, zo. Tuurlijk wel. Even wat hoger vliegen. En dan gaan we zo hoppatee naar die 400 meter, 300 meter vliegen. Doen we gewoon even. En dan, kijk eens. Oh, wat mooi. Oh, dood het doelwit en pak de sleutel voor de kluis. Met de bloeddiamant. Ik vind het helemaal mooi. Dus dood het doelwit. Wingsuit? Nee, ik wil geen wingsuit doen. Ik heb toch dit ding? Dan hoef ik geen wingsuit te doen. Dit ding vind ik veel cooler. Dit ding is veel cooler als een wingsuit. Dus dan ga ik ook gewoon dit doen. Oké, we zijn er bijna. Dus ik ga hier eraf. Want anders merken ze het straks. Dat ik er ben. Hoppatee. Zo, dit ding is lekker. Nee, ga niet vallen. Hè. Ga niet vallen. Nee, nee. Oh. Ah, oh, dat vind ik nou echt jammer. Oké. Okay. Ik pak even een ander wapen. Oh, ik hoor allemaal mensen. Wat gezellig. Oh, ze hebben me gezien, denk ik. Of niet? Oké, okay, dood het doelwit. Ik moest het doelwit doden. De smokkelaar nadert. Blijf onopgemerkt. Moet ik hier zitten dan? Oh, hij komt hier nu heen. Volg de smokkelaar. Oké. Okay. Moet ik dan met de auto gaan? Of is het looppaar? Nee, ik moet de auto pakken. Oké, okay. Here we go, jongens. Volg de smokkelaar, maar blijf onopgemerkt. Oh, nee. Dat is gemerkt juist, Roy. De smokkelaar is te ver weg. Shit. Oké, okay. Rijkreng van een Roy. We moeten sneller gaan. Maar ze mogen ons niet zien. Oké, okay, ik zie ze, hoor. Planten. Oh, nee. Oké, daar zijn ze. Oh, jongens, kijk uit, alsjeblieft. Oké, okay, we zitten gewoon... Oh, shit, ze hebben ons gezien. Je bent waargenomen. Volg de smokkelaar naar de locatie. Oké. Okay. Hey, jongens, de ballen. Oh, jongens, de smokkelaar is te ver weg. Oh, jongens, het gaat helemaal fout. Ik hoor helemaal niks meer. Ik hoor alleen maar... Oké, we gaan hier naar beneden. Want YOLO to the molo. Ik moet sneller er zijn. Dus we gaan even zo doorheen. Dit gaat allemaal niet goed. Een boom. Kijk uit, boom. Hey, boom. Het is vandaag niet jouw dag, hè? Zo, oké. 1 en 2. Hierheen. Oh, nee. Dit gaat helemaal fout. Checkpoint. Oké. Zijn we er bijna? Ik hoop het wel. Volgens mij wel. Dode smokkelaar. Oké, kijk eens aan. Oké. Ik hoop dat hij me niet heeft gezien. Want daar hebben we geen zin in natuurlijk. Hé, jongens. Hallo. Ik kom maar even jullie doodschieten. Hoppatee. Komt-ie, hè? Hé, denk het niet. Ik ga even naar binnen. Ik ga bijna dood. Oké. Er stonden nog meer guys hier. Waarom zie ik ze niet? Oké. Okay. En hier zat er nog één. Waar zit hij nou weer? Waar is die? Oh, hier. Achter. Oh, die was zo mis, hè. Die was zo mis. Nee, niet doodgaan, Roy. Niet doodgaan. Oh, thank God. Oh my damn. Ik ging bijna dood. Echt letterlijk bijna dood. Oh nee, er is nog een guy volgens mij. Oké, okay, maar hier ligt het pakketje. Dus zo. Doorzoeken. Kluissleutel. Yes. Kunnen we
Betreed de kluis. Oké, ik vind het helemaal mooi, maar ik zag hier ook een wapen liggen. Die wilde ik eigenlijk wel even hebben. Yes, there we go. Hier hebben we ammo, denk ik. Of, oh, hier lag ook het wapen. Oké. Zo, there we go. Hier is de kluis. We kunnen erin. There we go. Ik hoop dat hier niet mensen zijn. Pak de bloeddiamant. Oh. Headshot, bitch. Headshot. Oké, er is weer een guy hier binnen. Waar is die? Zo, en we pakken de bloeddiamant. Ik weet niet waar die is. Oké, we hebben hem vast. Zullen we hem nu verkopen, jongens? Ontsnap met het bloeddiamant. Maar er komen zoveel guys hier aan. Dus weet je wat we dan doen? We hebben ook nog een RPG. Dus dan doen we deze gewoon lekker gebruiken. Dit vind ik leuk. Dit vind ik spannend. Oké, komt hier. Er staan zoveel guys hier, jongens. Dit wordt leuk. Opblazen die handel. Gaan ze nu dood? Oh my damn. Hoppatee. Zo, die zijn dood. Multikill, alles. Kijk, hier word ik helemaal blij van. Oké, waar moet ik nu heen? Ik weet geen idee waar ik heen moet. Ik heb geen idee, guys. Oh, een sniper. Er loopt hier ook een sniper, guys. Dit is niet goed. We lopen even uit het veld. Dan zijn we safe, denk ik. Zo, 500 meter. Breng de bloeddiamant naar het afleverpunt. Maar dat is helemaal die kant op. Shit. Oké, hoe gaan we lopen, jongens? Ik wil echt niet doodgaan nu. Oké, hebben we genoeg ammo? We staan helemaal ready. We staan helemaal ready om naartoe te gaan. Het is daar zo. Volgens mij moeten we gewoon naar het afleverpunt waar we ook begonnen, zeg maar, met de missie. En deze video. Oh, daar zijn mensen, jongens. Oh, het is maar één guy. Oh, die schieten we gewoon even dood. Oh, dat zijn er twee. Oké, wat doen we ermee, jongens? We doen gewoon even RPG'en. Oh, maar daar hebben we geen dinges meer voor. Dan doen we zelf sniperen. Want kijk, 1, 2. Oh, die was zo mis, hè? Zo, in zijn hoofd. En dan stond hier ook nog een andere guy. Zo, hé. Hey. Oh, waarom ben ik zo mis? Nee, geen granaat. Jongen, doe is normaal. Doe is normaal met die bommen. Ik gooi toch ook geen granaat? Zullen we een granaat gooien, jongens? Dan ben ik zo'n bitch, hè? Oké, oh, daar staat nog een guy. In zijn beentje. Arm beentje. Oh, hij is dood. Kijk eens aan. Oké, nu kunnen we rustig genieten van de natuur en naar ons doelwit lopen. Ja, zo. Doen we gewoon even nog. Oké, volgens mij moeten we naar dat eilandje toe, jongens. Of niet? Ja. Nou, fancy. Kan ik er gewoon komen? Of, er staat ook een jetski. Dan pak ik gewoon een jetski natuurlijk. Hier, kan je het gewoon gratis pakken. Dus waarom niet? Kijk, wij zijn Nederlanders. En wij houden van gratis. Dus dan doen we dat. Oh my god. Oké, nee, we moeten toch niet naar dit eilandje. Maar wat verder. Maar zo gaat het wel even wat chiller. Gewoon eventjes lekker met een jetski. Hoppatee. Ik vind het wel vet hoor, dit. Volgens mij heb ik hier, toen wij in Parijs waren. Heel lang geleden is dat weer. Ging ik hier zwemmen met olifanten. Dat is echt chill. Dat is echt leuk. Oké, met Olly. Jullie zeiden allemaal nog namen. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Allemaal namen voor de vrouwelijke Ollies. Ik zeg Olientje, ik zeg Olina. Maar nu heb ik nog niet echt een naam gepakt. Maar ik zal de volgende keer even de naam bekend maken. Laat ik het zo maar eventjes zeggen. En hier doen wij de dinges weer in de bloeddiamant. En we hebben de missie voltooid. Oké, super, nice. We krijgen heel veel monies voor. De vaardigheid munitie jongleur is ontgrendeld in het menu vaardigheden. Oké, we gaan even kijken. Munitie jongleur, wat is dat dan? Is dat... of staat die hier? Ik heb geen idee wat het is. Ik heb echt geen idee wat het is. Het zal wel. Voorwerp maken. Kunnen we voorwerp maken? Nee, dat kunnen we lekker niet. We hebben ook bijna echt alles hebben gemaakt. Dus dat is wel nice. Zijn hier mensen? Ik hoor mensen. Hey. Doe eens normaal. Je mag hier niet rijden op deze dag. Nieuwe opdracht beschikbaar. Loquinus. Het zal weer eerst niet zo zijn. Die Loquinus heeft altijd wel weer wat te mekkeren bij ons. Echt elke dag. Holy crap. Oké, zullen we gaan zwemmen, jongens? Nee, we gaan niet zwemmen. Oké, er komen guys aan die ons niet mogen. Ofwel, ik weet het niet. Oh, hij is dood. Sorry, mevrouw. Ik kom wel een bakje thee doen. Doei. Oh jee, oké. Hey jongens, we kunnen alles doen, maar we kunnen ook op Olly rijden. We kunnen ook op Olly draaien. Oh, hij maakt zichzelf schoon. Wat een cutie toch. Hey.
Hij doet ook helemaal niks, hè. Ik vind het zo cute. Oké, weet je wat we doen? We gooien een vleesje. Ik heb echt veel zin om een vleesje te gooien. Kijk wat voor beest er komt. Ik hoop niet dat Ollie komt. Oké, er komt opeens een tijger. Of zo. Wat is dit nou voor een beest? Kom dan. Een wilde hond, denk ik. Of zo. Mag ik de huid pakken, alsjeblieft? Dank u wel. Zo, kijk eens aan. Een wilde hond. Kunnen we nu iets maken met die wilde hond? Nee. We gaan even kijken wat we nog nodig hebben. Kijk, ik wil een munitiebuidel. Hebben we een nevelluipaard nodig. 2 keer. Wat wil ik nog meer? Deze is wat chill. Maar een rugzak. Een rugzak is echt nodig. Dus we moeten nog 3 duivelvissen. Duivelsvissen. Demonvissen noem ik ze gewoon. Moeten we nog vinden. Dus ik ga even kijken op de kaart. Volgens mij heb je die niet op de kaart staan. Hier zo ergens in het water. Die duivel. Demonvissen. Maar dat doet er niet echt toe. Weet je jongens. We moeten nog echt best wel veel van de map moeten we nog vrij spelen. Zoals dit en alles. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben ook al best wel een groot stuk. Laat ik me even vertellen. Ik krijg heel veel de vraag van Roy, hoe ver zijn we nou eigenlijk met het spel? 15%. Dus ik vind het best wel veel voor 15%. Terwijl we dit allemaal nog moeten doen. Kijk jongens, hier zit pak aan min. Dat is toch echt eng. Zeer moeilijk staat er ook. Dat is toch eng. Dat wil je toch niet doen? Oké, waar zijn hier? We kunnen hierheen gaan. Naar Luguinus. Maar dan gaan we hier naar Tirta. En dan gaan we gewoon snel reizen. Jullie houden niet van snel reizen. Ik ook niet. Maar het gaat veel sneller. Dus doen we het wel. Ik ben echt een bitch soms, hè. Holy crap. Oké. We zijn hier weer in ons hutje. Er ligt hier een briefje trouwens. Lezen. Zero tolerance beleid. Weet ik niet. Pagamin herinnert jullie eraan dat burgers die de kleuren van het gouden pad dragen ter plekke worden neergeschoten. Oh, dat is heel erg fijn. Er geldt een zero tolerance ten aanzien van welke betrekkingen met de terroristen in Banapur dan ook. De koning heeft ogen in elk dorp. Hij waakt voortdurend over zijn kinderen. Doe zijn goedheid geen geweld aan. Mogen het licht van Pagan over jullie alleen allen schijnen. Het ministerie van Openbare Zaken en Sociale Harmonie. Nou, super. Maar onze mensen worden allemaal gelijk neergeschoten. Omdat ze het kleren van het gouden pad dragen. Ze zijn niet zoals de rest van de armee. Ze zijn sneller, dodelijker. They speak to animals. Ik praat ook tegen dieren, oké? Doei. Namaste. Het zal wel. Namaste, mevrouwtje. Oké. Hier hebben we lekker een kampvuurtje. En hier ligt hier. Ah, er ligt hier gewoon een lekker varkentje te slapen. Of hij is dood. Kan ook. Holy crap, wat is hij aan het doen? Wat ben jij aan het doen, sir? Ja, loop maar door hoor. Dat mag ook. Nee, toch niet. Stop, stop. Stop, kijk uit. Je gaat door het. Je loopt door het vuur. Oh, hij liep bijna door het vuur, hè. Oh, wat een badass. Namaste. Hey. Namaste, wat zit je nou met je handjes? Je krijgt geen high five van, hoor. Ik wil niet weten waar die handen allemaal hebben gezeten. Hallo, hallo. Ik vind het wel leuk om hier even te lopen, jongens. Oké. Doei. Hey, Ajay. Ajay Gale, daar ben ik. Hey jongens, dit was de aflevering voor deze keer. In de volgende aflevering gaan we weer een missie doen van Loguinus of een andere missie. Zeg maar wat jullie willen. Of jullie willen een aflevering dat we gewoon even lekker gaan lopen, 15 minuten of zo. Of we gaan gewoon weer een lekkere missie doen voor Loguinus. Hey jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je dit een leuke video vond, vergeet niet eventjes het duimpje omhoog te doen. En als je dit ook niet leuk vond, doe het eventjes nog steeds. En als je het leuk vindt om mij te volgen op Twitter of Instagram, dat staat nu, ik ga nu denken, dat staat daar. Daar beneden staat dat nu in beeld. Dus dan kan je eventjes, als je het leuk vindt, mij even volgen op Twitter. En of op Instagram voor updates en leuke fotootjes of gekkigheid. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. En bye bye.